Waarom kun je als moslim niet zomaar een huis kopen? Dit is de Universiteit van Nederland. Stel je bent moslim en je wilt een huis kopen. Dan kijk je toch gewoon op Funda? Ja, dat kan, maar dan zie je een prachtig huis. Wat doe je dan? Nou, de volgende logische stap is een hypotheek afsluiten. Alleen hier loop je vast als moslim, want een hypotheek afsluiten betekent dat je rente moet betalen. En een groot deel van de moslimgemeenschap ziet het betalen van rente als een grote zonde. En dan bedoel ik betalen van geld over geld. Om een voorbeeld te geven, slechts 14% van de Nederlanders van Marokkaanse afkomst bezit een woning tegenover 60% van alle Nederlanders. Terwijl de behoefte om een huis te kopen en ook de mogelijkheid om dat huis te kopen veel groter is dan die 14%. Nou, waarom ziet deze groep moslims rente dan als een grote zonde? Dat komt omdat deze groep gelooft dat de Koran hier een streng verbod op heeft. Een van de redenen is dat geld niet verhandeld mag worden. Geld wordt slechts gezien als een hulpmiddel. Het is tegennatuurlijk om dit te verhandelen, want geld brengt zelf niets voort. En dit was lange tijd ook binnen het christendom het argument. Want ook het christendom kent een streng renteverbod zelfs, tot aan de 16e eeuw. En ook het jodendom kent de vorm van een renteverbod. Het westerse financieel systeem is echter volledig ingericht op rente. Hoe kun je dan als moslim toch dat huis kopen? Nou, dat kan door gebruik te maken van islamitische bankieren. Waar moet je als moslim eigenlijk allemaal aan denken als het op financiën aankomt? Dan moet je eerst weten dat er naast het renteverbod ook nog andere regels en principes zijn waar je als moslim aan moet houden. Op het moment dat je financiële of economische activiteiten aangaat. En deze regels en principes komen net als het renteverbod komen die voort uit hogere ethische waarden. Dat is een diep belang voor de economische, sociale en morele welvaart van de hele mensheid. De andere regels en principes zijn allereerst, er is een verbod op gokken, een streng verbod, net zo streng als het renteverbod. En speculeren mag niet. En daarnaast mag je ook geen onnodig risico nemen. Dus het betekent dat je geen transacties mag aangaan met een extreem hoog risicoprofiel of blindelings risico's mag nemen zonder over voldoende informatie te beschikken. Verder is het zo dat transparantie en helderheid, duidelijkheid in het contract zijn heel belangrijk. Zo mag je moeten alle partijen die een contract aangaan, moeten precies weten wat er wordt verhandeld, voor hoeveel en wanneer. Dus je kunt bijvoorbeeld geen contract aangaan over de visvangst van morgen, want je weet niet of je morgen die vis gaat vangen en wat voor vis je vangt. En ook is het niet toegestaan om te investeren in zaken die binnen de islam verboden zijn, zoals de alcoholindustrie of de varkensindustrie. En een ander belangrijk punt is dat je je als moslim schulden aan mag gaan, maar je moet die wel zo snel mogelijk afbetalen. Dus een schuld mag, maar wel zo snel mogelijk aflossen. Dus bijvoorbeeld, wat gebeurt er op het moment dat iemand komt te overlijden? Dan zullen de nabestaanden altijd zo snel mogelijk proberen uit te zoeken, heeft die persoon een schuld? Zo ja, dan zullen ze dat proberen af te betalen. Want de schuld die je hier opbouwt en niet hebt afbetaald, is ook een schuld in het hiernamaals. En dat wil je als moslim niet. En een ander belangrijk punt wat ik ook nog wil noemen, is dat de islam het heel erg ook aanmoedigt om een schuld kwijt te schelden op het moment dat iemand in moeilijkheden verkeert. Nou, allereerst wordt dan gezegd van geef uitstel van betaling. En natuurlijk zonder extra kosten, want dat mag niet. Maar nog beter is het als je het helemaal kwijtscheldt. Nou, wat mag er dan juist wel? Het drijven van handel wordt gezien als de beste manier eigenlijk om je geld te verdienen. Nou, met alle regels die ik zojuist heb genoemd, wat is dan een oplossing om als moslim die geen rente wil betalen, toch een huis te kopen? Nou, een oplossing hiervoor is dus islamitische bankieren, maar wat is dat? Nou, islamitische bankieren is een systeem dat is gebaseerd op de regels en principes die ik zojuist heb uitgelegd. Dus regels en principes vanuit de islam. En is als sector zo'n 40 jaar geleden ontstaan.
als alternatief op het westerse systeem dat gebaseerd is op rente. Rond de 19e eeuw begonnen westerse banken zich langzaamaan in moslimlanden te vestigen. Eerst door een toename van handel tussen beide regio's. En vervolgens toen Europa de verschillende moslimlanden ging koloniseren, kwamen er steeds meer westerse banken die met rente werkten. En toen ook nog de economie ook nog overging op rente, toen kwamen moslims met alternatieven op het systeem van rente. En zo ontstonden vanaf de jaren 70-80 de eerste islamitische banken. Ja, waar wordt er op dit moment islamitisch gebankierd? Zowel in de moslimwereld, dat is landen zoals Bahrein, Maleisië, Dubai, Saudi-Arabië, Indonesië. Maar ook in westerse landen, niet-moslimlanden, zoals het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, in Zwitserland, Denemarken, Duitsland heeft vorig jaar de eerste islamitische bank geopend. En op dit moment kent de markt een hele snelle groei wereldwijd van tussen de 15% en 20%. Laten we nu teruggaan naar het huis. Hoe koop je dat dan als je dat doet via islamitische bankieren? Zo'n islamitische bank heeft daar verschillende constructies voor bedacht en ik zal het jullie laten zien. Bij een traditionele bank, een normale westerse bank, ga je als klant naar de bank en dan zeg je tegen de bank: bank, ik heb dat huis gezien en die wil ik graag kopen. En dat huis kost 100.000 euro. Dan zegt de bank tegen die klant: prima, je krijgt van ons 100.000 euro, alsjeblieft. En dan mag jij met dat geld het huis kopen. Maar dan betaal je ons wel rente over dat bedrag. En betaalde ons dat terug over 30 jaar, wat normaal is in Nederland. Nou, en dan betaal je dus 120.000 euro terug aan die bank. Dus dat is een normale westerse lening. Een islamitische bank heeft daar verschillende constructies voor bedacht. En één daarvan, die veel wordt gebruikt, is het afnemend partnerschap. Hier krijgt de bank een andere functie dan een normale bank. Die bank wordt namelijk mede-eigenaar van de woning. Wat gebeurt er dan? Nou, die klant die gaat naar de bank en zegt tegen de bank: ik heb dat huis gezien voor 100.000 euro, ik wil het hebben. Nou, dan vraagt die bank aan de klant: hoeveel geld heb je? Dan zegt de klant: ik heb 20.000 euro zelf gespaard. Nou, prima. Dan leg jij 20.000 euro neer, dan leg ik als bank 80.000 euro neer. En dat betekent dat jij 20% bezit en ik als bank bezit 80%. En dan, omdat ik 80% bezit, mag jij mij maandelijks een huur betalen om volledig gebruik te kunnen maken van die woning. Prima, maar je mag het huis van mij overkopen en dat doe je door maandelijks een bedrag naast die huur aan mij te betalen. En dan koop je het huis langzaam af, tot het huis volledig van jou is. Nou, hier zie je dus dat de bank wordt dus mede-eigenaar van de woning en die deelt dan in het risico en de winst met de klant. Een andere constructie die veel wordt gebruikt is de opslagconstructie. Hier wordt de bank een soort van handelaar. De klant die gaat naar de bank en die zegt tegen de bank: luister, ik wil dat huis hebben. Dan zegt de bank: oké, prima. Hoeveel kost dat? Ik koop het huis voor jou voor 100.000 euro. En ik verkoop het door aan jou met een winstopslag van 20.000. En dat mag jij mij terugbetalen over een termijn die ze onderling afspreken. Hier is belangrijk dat de winstopslag onderling wordt afgesproken en die winstopslag blijft vast. Dus de klant die betaalt over dat huis dus een vaste winstopslag. En dat betaalt hij dan in termijnen terug. Nou, hier zie je dat de critici die zeggen: deze constructie lijkt best wel veel op een traditionele hypotheek waar je naar de bank gaat en een geldlening krijgt. Dan zeggen voorstanders van dit contract, die zeggen: nee, hier wordt daadwerkelijk wat verhandeld. Want wij worden als bank eigenaar van de woning en als bank verhandelen we het huis door met een winstopslag. We hebben hier geen geld aan de klant gegeven geld over geld. En dat kan niet, maar geld over goed kan wel. En bovendien kan deze lening niet verhandeld worden. Dus zoals bij een normale geldlening gebeurt. Nou, dit waren dus een paar oplossingen voor het kopen van een huis. Maar er spelen nog meer kwesties waar je als moslim tegenaan kunt lopen op het moment dat je financiële activiteit of economische activiteit wil ondernemen. Wat doe je bijvoorbeeld als moslim als je geld wil sparen of een onderneming wilt starten? Nou, ook hiervoor hebben islamitische banken oplossingen bedacht, dus alternatieven. En wat ze hebben gedaan is gekeken: waar hebben moslimklanten ook behoefte aan? En wat bieden westerse banken aan? En hoe kunnen wij daar een constructie voor bedenken volgens de regels en principes vanuit de islam? En zo zijn er allerlei producten ontwikkeld, zoals spaarproducten, dus producten voor de zakelijke klant, dus voor de ondernemers. En ook voor studenten zijn er studentenleningen.
Nou, al met al zijn er dus allerlei oplossingen bedacht voor producten en transacties waarin een traditionele bank dus met rente werkt. Dan is de vraag, is islamitisch bankieren nou alleen voor moslims? Het antwoord is nee. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Maleisië, daar maakt bijvoorbeeld 60% van de klanten geen moslim. En daarnaast zien ook niet-moslims zien islamitisch bankieren en met name de principes daarvan worden gezien als een duurzame alternatief. Er zijn een aantal belangrijke economen en westerse economen en ook bijvoorbeeld de IMF die zegt van de principes, er zijn een aantal principes waarop islamitisch bankieren is gebaseerd die ons financieel systeem stabieler zouden kunnen maken. Dit zijn bijvoorbeeld dat risico's en winsten zoveel mogelijk moeten worden gedeeld of dat er geen onnodig risico moet worden aangegaan of dat leningen niet mogen worden verhandeld. Of ze zien islamitisch bankieren slechts als interessante commerciële markt. Hier zie je bijvoorbeeld David Cameron op het World Islamic Economic Forum in 2013. Investing in London is good for you and opening London up to your investment is good for us. Now let me explain why. And then let me tell you about a few of the things we're doing to realize this vision for London as one of the great Islamic finance centers of the world. Hij zei dit in 2013 omdat hij gewoon ziet dat het een hele snel groeiende financiële markt is waar het land ook gewoon van kan profiteren. Dus het wordt ook gezien als commercieel interessant. Waarom kun je nou als moslim niet zomaar een huis kopen? Omdat de islam een andere visie heeft op geldhandel. Daarom kun je als moslim niet zomaar een huis kopen. Jullie weten nu wat een belangrijke reden is voor het lage woningbezit onder moslims. En hoe islamitische bankieren daar een oplossing voor kan zijn. Islamitische bankieren is nog volop in ontwikkeling en er wordt veel onderzoek gedaan, waaronder dus door mijzelf. Dank jullie wel.